Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u kort een nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Zaterdag 17 juni organiseert Bouwend Nederland de 16e dag van de bouw. De dag is onderdeel van de imagocampagne De Bouw Maakt Het, waarmee Bouwend Nederland laat zien hoe belangrijk de bouw en infra is voor Nederland. Bouw- en infrabedrijven stellen dan met trots hun bouwplaatsen open voor het publiek. Jong en oud kan die dag komen ontdekken wat er komt kijken bij het bouwen van onder andere huizen, wegen, ziekenhuizen, sluizen, dijken, stations en het verbouwen van kerken. De Bernarduskerk in Made is een van die bouwprojecten die op deze dag is opengesteld voor het publiek, zodat iedereen kan zien wat er komt kijken bij dit project. U bent welkom op 17 juni vanaf 11 uur. Om 3 uur wordt het bouwterrein weer afgesloten voor het publiek. Twee weken geleden waren er bij de Madense Boys al 4 teams kampioen. En 27 mei werd bekend dat ook het team 45 plus 1 kampioen is geworden. Omdat afgelopen vrijdag de laatste twee wedstrijden werden afgelast, telde de laatst gespeelde wedstrijd op 12 mei als beslissende wedstrijd. Tegenstander Irene moest deze allerlaatste wedstrijd winnen om kampioen te worden. Maar de Boys had al winst en gelijkspel genoeg. Irene stond al snel op 1-0, sorry, op 0-1, maar Richard van Dinderen kegelde kort daarna de 1-1 in. Vervolgens was het Henk de Pauws die de 1-2 maakte. Maar Irene heeft altijd veerkracht en maakte 3-2. Helaas viel de altijd goede keeper Bas van Geel, die na 10 jaar had stoppen, uit en hij werd vervangen door Perry van Bracht. Net voor tijd viel de beslissing. Frankie van Groeze maakte het uiteindelijk 3-3. En dat maakte dat ook Madense Boys 45 plus 1 dit voetbalseizoen kampioen is. Op 14 en 15 juli wordt het voetbalseizoen jaarlijks afgesloten met een feestweekend en dan is op zaterdag om 5 uur de klassieker Madense Boys NAC Breda. Iedereen die 75 jaar of ouder is of een groot CDE-rijbewijs heeft, moet voor het halen of het vernieuwen van het rijbewijs medisch gekeurd worden. Het kan ook zijn dat je om medische redenen van het CBR een arts moet bezoeken. Dit kan via regelzorg rijbewijskeuringen op vrijdag 16 juni, vrijdag 21 juli en vrijdag 18 augustus bij het Centrum voor Vitaliteit bij de Fresia Flat 1 in Made. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen €50. Voor houders van een CDE-rijbewijs tot 75 jaar is de prijs €70. De keuring via regelzorg kan alleen op afspraak. Deze afspraak maak je op de website www.regelzorg.nl of je kunt bellen tijdens kantooruren met 088 23 23 300. We geven plantensoorten in bermen en langs slootkanten de ruimte. Door deze één keer per jaar te maaien krijgen insecten, vogels en kleine zoogdieren meer leefruimte. Bovendien bloeien er zo meer bloemen in de gemeente. Samen met andere gemeenten en met het waterschap wordt op deze manier voor meer verschillende soorten planten en dieren in heel West-Brabant gezorgd. Waar dat nodig is voor de verkeersveiligheid, wordt wel gemaakt. Bijvoorbeeld om het zicht op een kruising te verbeteren of om gladheid te voorkomen op trottoirs, fietspaden en wegen. In het najaar maait men slim als de planten uitgebloeid zijn. Inwoners mogen zelf de bermen en sloten niet maaien. Je verstoort hiermee het leefgebied van de insecten en andere dieren. Ziet u een plek waar u vindt dat gemaaid moet worden? Geef het door via de Drimmelen-app of het meldpunt op www.drimmelen.nl. Een medewerker van de gemeente beoordeelt de situatie en onderneemt waar nodig actie. Het begin van de zomer komt eraan en de dagen worden weer warmer.
Daarom is dit een goed moment om ook eens stil te staan bij hoe we omgaan met water in de tuin. Voldoende water in de bodem krijgen en houden is namelijk van groot belang voor het groen. Om droogteschade te beperken en om het riool te ontlasten. Daarom is het belangrijk om regenwater niet via het riool af te voeren, maar het water waar het valt in de grond te laten zakken. Elke druppel telt. Schaf bijvoorbeeld een regenton aan die het hemelwater opvangt. Met het water uit de ton kunt u uw planten water geven en bespaart u op uw watergebruik. Een win-win situatie. Zorg er dan wel voor dat de overloop van de regenton ook in de tuin uitkomt en niet in het riool. Doe mee aan het NK tegelwippen, want ook dat is goed voor het water in de tuin. Door tegels te verwijderen en de tuin te vergroenen, loopt het regenwater de bodem in en wordt het niet door tegels tegengehouden. Hierdoor wordt de bodem weer luchtig en gezond en uw tuin mooi groen. Een mooi voorbeeld van het NK tegelwippen is te zien bij basisschool De Lage Weide in Maarn. Zij hebben het schoolplein aangepast door maar liefst 7500 tegels te wippen. Daar groen voor terug te planten en de tegels te hergebruiken in de vorm van bankjes. Kijk voor meer informatie ook op wijzijndrimmelen.nl. Dan nog een bericht vers van de pers. Op vrijdag 2 juni is in de Biesbos een aantal 1 jaar oude gezenderde steuren uitgezet. Het betreft een proef om te onderzoeken of de steur zich in de Biesbos kan handhaven. Het doel is om de karakteristieke vis terug te brengen naar Nederland, de Rijn en de Noordzee. 70 jaar geleden hoorde de steur helemaal in de Biesbos thuis. Door allerlei oorzaken als vervuiling, overbevissing en verandering van het gebied was de steur uit de Biesbos verdwenen. De initiatiefnemers hopen dat de Biesbos gaat fungeren als opgroeigebied tussen de Noordzee en het Duitse stuk van de Rijn. Met de haringvlietsluizen die een stuk openstaan, komt er via eb en vloed ook wat zout water de Biesbos in. Dat maakt het gebied hopelijk aantrekkelijk voor de steur. De steuren zijn uitgerust met zendertjes en kunnen gevolgd worden via 80 ontvangers op boeien van Rijkswaterstaat. Als de proef slaagt, zullen in de toekomst meer steuren in de Biesbos worden uitgezet. Hebt u ook een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. Dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En we zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om 10:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel.